Leen, illegaal een tasje kopen. Nee. Je kan geen schoenen genoeg hebben, jongens. Lira en een dan. Een tasje. Mijn zusters en weer welkom bij een nieuwe video. Nieuwe. In shopping. Het is deel 2, jongens. Het is deel 2. We gaan de rest van deze gigantische doos met jullie uitpakken. In de vorige video hebben wij ook heel veel items uit deze doos uitgepakt. Als je die video nog niet hebt gezien, ga die eerst kijken. Kijk die eerst. Nou, maakt niet uit. Of kijk eerst deze en kijk dan die andere. Ook hebben jullie gevraagd, willen jullie liever dus 2 video's van zo'n gigantische doos? Of willen jullie liever 1 big one. Hele lange video. En iedereen wou toch liever 1 hele lange video. Dus volgende keer, wat al heel snel zou zijn, want we hebben al nieuwe items uitgezocht, gaan we dus 1 gigantische video doen met 25 big items. One. Ja. Dus in de vorige video moesten we even met jullie praten. Omdat we aan jullie wilden laten zien dat, dus, dat in de statistieken stond dat er maar 61% geabonneerd was van de kijkers. En Rara, wat na die video nu het percentage is? 62. Kom op, laten we even met z'n allen lekker het percentage naar beneden halen. Abonneer hier of daar. En dan is het ook weer tijd voor een shout-out. De shout-out gaat naar Zoe Lobé. Jij bent 7 maanden geabonneerd. Dus nog niet zo lang, maar je bent wel geabonneerd. Dus ja. Dankjewel en veel plezier met het kijken van deel 2. En weer terug naar de video. Soms gaat het echt niet goed met je. We hebben wel weer gewoon ook schoenen en... Ik moet zeggen, dit is ietsje zomerser. Een tasje. Oh ja, schoenen, tasjes, jurkjes, broeken. Ja, weer gewoon echt van alles. Dus ik zou zeggen, laten we beginnen. Oh ja, ik weet wat dit is. Dit is wel een klein experimentje. Pam pam, pam pam, pam pam, pam pam, pam pam. Want ik weet niet of ze dit past, omdat het van de vrouwenafdeling is. Ik weet niet of je het past. Het is dus een soort rokbroekje met een shirtje. Een riem. Ja. Die je zelf dus vast moet maken. Dit zijn van die dingen dat ik denk, ja leuk, maar we weten niet zeker of die past. Of het past, omdat het dan toch een vrouwenmaat is. Een groen satijnen stofje. Dit kan je sowieso, dat topje kan je sowieso aan. Toch? Ja. Laat het even aanpassen. Ja. Zal ik gelijk deze is denk ik wel van mij. Oeh. Je kan geen schoenen genoeg hebben, jongens. En tasjes. Ja, dit vind ik mooi. Het is gewoon een mooie ketting. Het is een niet te hoge hak. Het is gewoon een ketting. Ja, mooi. Het past wel lekker in ons kleurpaletje nu trouwens. Ik vond deze wel mooi. Dat een beetje een vierkante voorkant. Daar hou ik wel van. En ja, niet zo'n hele hoge hak. En sowieso ben ik heel erg van deze touwtjes. Dat vind ik sowieso heel ja. Het zou bijna staan bij onze outfit. Nu. Van mij wel iets meer. Ja, oké. Okay. Maar het wel past bij elkaar. Oké, okay, ik ga ze even aan. Ik ben benieuwd hoe ze zitten. Zo, kijk je uit. En natuurlijk. Lira en het dan. Een tasje. Willen jullie niet van haar tasjes thuis zien? Zullen we daar een keer een video over opnemen? Selina's tasjes stash. It's pretty, it's a zebra. I love zebra, want je krijgt voorrang. Oh my god.
Jongens, oh my god. Zeg, ik vind het wel een goed kwaliteitje. Ik moet wel eerlijk zeggen, we hadden ook een zebra shirtje gevonden. Die was er niet meer. Laat hem nog wel even goed zien. Geef allemaal een cijfer. Zullen jullie weten welke dingen jullie mooier vinden, die van Celine of die van mij? Oké, dan ga ik naar een blouse. Ja, als ik het zo zie, denk ik wel een enthousiaste kleuren. Maar ik vond het er wel heel leuk uitzien op de foto. Staat erop. Perfect New York. Ja, ik hou wel van dit soort blousjes. Gewoon met een witte top. Eronder, makkelijk met de jeans, de sneakers. Ik heb zoiets. Niks meer aan doen. Ja. Like it. Ik ga me even aandoen voor jullie. Wel weer erg donker. Maar jij bent gewoon van donker. Een keertje, ze ging op vakantie. Alles was donker, zelfs haar koffer. Oh ja, oh, dit is ook leuk met die laarzen. Hoge laarzen. Een rokje. Een rokje. Een two-piece. Oh, wat leuk. Dit is wel, dat topje is wel een beetje koud. Maar je kan natuurlijk ook gewoon een trui erover doen. Ik ben benieuwd hoe die zit. Dit is trouwens wel gewoon van de kinder. En dit is een 152 en 11, 12 jaar. Ik zal erbij zeggen, als het van de kinderafdeling is, de rest is van de dames. Dus als we niks zeggen, is het van de damesafdeling. Kids. Oké. Nog een tasje. Nog een tasje. En precies dezelfde. Ja, oh, ja. Dat is wel eigenlijk stom. Ik heb daar niet over nagedacht. Deze heb ik in de vorige shoplog in het bruin genomen. Maar nu heb ik hem dus in het oranje. Maar ik had helemaal niet door dat ik hem twee keer in een andere kleur. Ik wist wel dat ik een bruin en een oranje tasje had. Maar ik had niet door dat het precies hetzelfde was. Maar ik wou gewoon een klein tasje bij de schoenen. Dus ik dacht, dit is een leuk setje. Ik zal even laten zien hoe ik dat in mijn hoofd had. Hoe ik het voor me heb gezien. Hey, jongens, dit willen jullie. Dit is wat je wilt. Meen ik oprecht serieus. Ik ben heel benieuwd. Dit is zo leuk. Echt waar. Dat zou ik niet hoeven. Nee, want jij houdt niet van leer. Wat ik niet snap. Want I love it. Maar dit is dus een leren trench. Alsof je gewoon zo kan doen. Kijk hè. Geef eens dat tasje. Wil je een illegale tasje kopen? Nou. Normaal. Zo. Zit jij gewoon. Jij kijkt te veel films. En je zit gewoon mijn jas belachelijk. Ik weet zeker dat heel veel mensen een lange leren trenchcoat leuk vinden. Die een illegale tasje willen kopen. Nee. Echt een. Nou, ik ga deze even aanpassen. Het is een hele lange leren trenchcoat. En dan heb je dus ook een belt. Ik ga hem even aandoen, want ik weet nu al. Geweldig. Ik weet niet meer welke dit is. Huh? Ik weet niet welke schoen dit weer is. Oh ja, oh ja. Heel leuk ook hoor. Alleen. En wie kan er niet met witte schoenen omgaan? Rio. Nee. Nee, nee, nee. Jouw broer heeft witte. Nee. Jouw broer. Celina Lee. Oma. Als ik jullie vertel hoe zij gisteren van school is gekomen. Het was letterlijk alsof ze rechtstreeks uit Expeditie Robinson kwam. Alsof ze een maar of andere. Maar ik was gevallen in de modder. Ja, Celine. Oh my god. En ik was twee keer met mijn schoen in het water gevallen. Ik kom net van de car wash. Mijn hele auto schoon gemaakt. Oké, schoon laten maken, maar alsnog. En komt mevrouw Modder binnen hoor.
echt niet oké. Echt vreselijk. Ik hou dus heel erg van die chunky white sneakers. En zo kan je het een beetje goed zien. Ze heeft een maatje. Welke maat hebben we genomen? Ik heb een maatje. Oh, 39 al genomen. Oh my god. En jij hebt een maatje 40. Oh my god. Dan moet ik wel zeggen dat ik op zich vind ik de kleding en alles van Shein helemaal niet zo klein vallen. Maar de schoenen wel. Doe ze even aan, Lien. Oké. Okay. Heel leuk. Zie je nou iets leuks? Kijk hieronder in de beschrijving. Wij hebben voor jullie natuurlijk weer een kortingscode. Dat is Samaira Q2 voor een extra 15% korting. Dus als je iets leuks ziet, ik zou zeggen... Jelle met die handen. Ik zal alle linkjes in de beschrijving zetten en ook de kortingscode. Oké, naar het volgende item. Dat is voor mij nieuw. Tot nu toe zijn al mijn broeken echt toppers van Shein. Echt waar, dat meen ik serieus. Oh, dit is weer die hele lange. Ja, nek. Oh ja, nek. Weer de nek? Ja, weer de nek. Oké, jongens, laat eens een comment in de reactie. Ik denk niet dat die past. Laat een comment in de reactie wie door onze video's ook zo kijkt of je broek past. Ja. Ik ben benieuwd of iemand na onze shoplogs... ook zo heeft gekeken of ik denk niet dat hij ja, past. Ik vind hem ook klein eruit zien. Ik denk niet dat hij past. Noem jij mij nou dik? Nee. Noem jij mij nou dik? Oeh, ik vind hem. Hij gaat wel dicht. Maar het is wel randje. We hopen dat hij ook een randje is. Doe eens de onderkant. Doe eens de onderkant uitrollen. Hoeveel langer wordt hij dan? Want dat heb ik natuurlijk nodig. Oh, nou dat is echt nog wel verschil. Oh, kijk voor de lange mensen. Ik ben benieuwd hoe die zit. Oh, weer een nieuwe broek. Wat zullen we gebruiken? Want Selina sloopt alle broeken. Is het met gaten? Is het met gaten? Ja. Oh ja, maar geen grote. Dit is trouwens ook van de kinderafdeling. Oh ja, maar kijk, nu moet ik het ook doen. Oh ja, nu moet jij het ook doen. Oh, wel handig. Dit is handig voor jou. Kijk wat ze zelfs hierin hebben nog. Yes. Celine is super lang en dun met lange benen. En daarom past ze heel vaak dingen niet. Doet ze die trick van TikTok. Onder je haar. Oeh. Niet soepel, hè? Randje. Randje, randje ook? Oh ja. Ik vind hem leuk. Ik ben benieuwd of je hem past. Oké, en dan als laatste dit topje. Het is een, Het is wel een riskant topje, maar ik vond hem wel heel mooi. Je moet er wel iets onderaan, of nou ja, niks moet, maar ik zou het je aanraden. Heeft dus een hals. Ja, het is heel moeilijk te zien dit zo. Ik zal zo eventjes ook op de foto laten zien hoe het dan precies eruit moet zien. Maar ja, het is lastig te laten zien. Sommige dingen moet je niet te veel laten zien en vooral gewoon even aandoen. Soms dan zie je dingen op een hanger en dan denk je... Dit is het niet en dan doe je het aan en dan... Dus soms heb ik wel eens gehad van jij vond iets leuk, ik vond het niet leuk. Toen heb ik het gepast, toen vond ik het leuk, voor jij het niet leuk. Ja, dat is waar. Maar ook andersom, dat ik zeg, pas het nou. Pas het nou, Celine. En dat je dan aanpast en dat je dan uiteindelijk denkt... Oh ja, het is... Thank you.
Oké, jongens. Kijk, dat was deze gigantische dag. Vol met spullen. Waar we bijna samen in passen. Dan! Via Lusso! 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 Zo, nou, deze stuur ik retour. Ik ga stuk, kijk nou. Celine is weg. Ik ga stuk. Oké, mensjes. Dit was het dan alweer, de video. De volgende video gaan wij dus een extreem lange shoplog doen. Ik heb geen idee hoe lang die wel niet gaat duren, maar ik denk dat het zal heel lang zijn. Big one. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Vergeet niet onder in de reacties te zeggen welke dingen je het allerleukste vond. En abonneren en zorg dat het percentage omlaag gaat. Lekker naar 0,0%. En dan zien we jullie overmorgen. Doei! Doei.